21 november 2009 tot 21 november 2019. Het was gisteren precies 10 jaar geleden dat het Cotton Museum is opgericht. In dat kader heeft de leiding van het museum in de achtertuin een Biggie's Made georganiseerd voor enkele senioren burgers. Suma no lobby mois moisi. Moet zorgen poef en poespoesie. Wie niets van de muis moet hebben, mag aardig zijn voor de poes. Wie van een last bevrijd wil worden, mag lief zijn voor zijn helper. Dit was een onderdeel van de herdenking van het 10-jarig bestaan van het Cotton Museum. In de al gezelligheid heeft het Cotton Museum de senioren burgers bezorgd in haar achtertuin. Volgens Christine van Russel-Henaar, directeur en eigenaar van het Cotton Museum, was de Biggie's Made een manier van teruggeven aan de Surinaamse gemeenschap. Het Cotton Museum heeft in het kader van haar tweede jubileum een hoofddoek uitgebracht. Van Russel-Henaar vertelt meer over de betekenis van de hoofddoek. Wat we gedaan hebben met deze doek, we hebben in de randen eigenlijk een hele mooie rand gekozen. Maar we hebben op elke hoek hebben we de onderdelen gezet die eigenlijk ook een beetje bij die kotomissie passen. In sieraad. We hebben de afusensie, we hebben anker, we hebben vriendschap, weet je, zoals de ringen. Ik ben een beetje uitgegaan van de sieraad als we kijken naar onze vriendschapsring. Dan hebben we dat ook geplaatst. En natuurlijk hebben we 2 kotomissies geplaatst op de hoofddoek. En we hebben de 2 gebouwen, want als je nagaat, we waren eerst in een gebouw op Livorno en nu zijn we in de stad en daar hebben we ook die 2 gebouwen hebben geplaatst. Weet je, gelegenheidshoofddoeken zijn hoofddoeken die, het woord zegt het al, bij een gelegenheid uitgegeven worden. En het is 10 jaar, dus we hebben op die doek een beetje alles erin verwerkt van de kotomissie. Van Russel-Henaar benadrukt verder dat zij als directeur ook meegaat met de laatste ontwikkelingen als het op de Anissa aankomt. Volgens haar verschijnen er elke keer nieuwe bindwijzen waarmee er gepronkt wordt. De directeur zegt verder dat zij ook een gepaste orde heeft gekozen voor de verjaardag van het museum. U zag eerst Christine van Russel-Henaar, directeur-eigenaar van het Cotton Museum. We spraken haar in verband met het 10-jarig bestaan van het museum dat gisteren gevierd is met een Biggie's Made.